Vroeger werd de SRV-wagen bestuurd door een stoffige man in een overal. Hij verkocht vooral brood, eieren en melk en was een graag geziene gast in de buurten. Jammer dat hij verdwenen is, vonden ook Lotte en Meike. Zij zijn nu hun eigen SRV-wagen start in een nieuw jasje en met hippe eigentijdse producten. Ja, wij zijn wel een andere versie. Ja, inderdaad. We hebben ook eigenlijk vrij weinig versproducten. Het is een mix tussen delicatessen, producten en een cadeautjeswinkel. Dus mensen moeten geïnspireerd raken door de nieuwe producten die op de bus liggen of de merken die ze nog niet kennen. En die auto, die hebben ze zelf ontworpen. We hebben hem wel zelf ontworpen. En de jongens uit Amsterdam-Noord, die hebben hem tot eigenlijk helemaal aangepakt. En zij zijn wel echt de masters achter de opknapbeurt, zeg maar. Nu rijden ze om de 2 weken in Haarlem en Bloemendaal. Buurtbewoners zien de kar wel zitten. Het is echt een soort van verrijking voor deze buurt. Ja, dat vind ik wel. Ja, zeker. En ja, je ziet ook, er komen steeds meer ook Amsterdamse mensen wonen. En ja, het verhipt een beetje de buurt. Dus het kan wel zo'n SRV-wagen gebruiken. Ja, het is anders. Het is gewoon nu van deze tijd. En bij de SRV zijn toch producten die niet echt houdbaar zijn. En deze kan je gewoon vervoeren. En sommige mannen kijken toch een beetje vreemd op als die dames uitstappen in plaats van die ouderwetse SRV-man. Ja, ze zijn soms wel verbaasd. Maar we hebben ook nog geen jongen met wie we samen rijden. Dus het is een beetje wisselen het af. Maar we rijden allemaal zelf in die bus. Ja.